slapen. Een hele goede morgen allemaal. Het is maandagochtend en ik ben net wakker, zoals je kan zien. Vandaag moet ik pakketjes op de post doen, naar de zonnebank, boodschappen doen en het hele huis schoonmaken. Zo ziet vandaag mijn dag eruit. En ik ga over precies 1 week op vakantie. En mijn doel is om precies, of meer, nog 1 kilo af te vallen voor de vakantie. Ik ga naar de Dominicaanse Republiek. En ik ga daar en vakantie vieren. Maar ik ga daar ook een aantal dingen shooten. Waarvoor ik ook in bikini moet. En ik wil er natuurlijk goed uitzien. En ik heb de laatste tijd niet meer gesport. Ik had weer een poging gedaan om te gaan sporten, maar het is niet gelukt. Dus ik dacht, als ik nou nog even mijn best ga doen en even een week lang gezond ga eten, dan lukt het me misschien nog wel om 1 kilo af te vallen. En daarnaast is echt een kleurtje ook daarbij heel belangrijk. Want eerlijk is eerlijk, je ziet er gewoon beter uit als je een iets bruinere kleur hebt. En ik ben gewoon zo wit als ik weet niet wat. Dus wat we nu gaan doen is gaan naar de weegschaal. En ik ga daar opstaan. Ik ga jullie laten zien hoeveel ik weeg. Want ik denk dus als ik met vlog dit een beetje bij ga houden, dat het me dus beter lukt om gezond te gaan eten. Omdat ik me toch enigszins moet verantwoorden aan jullie. Heb ik nou een zwarte vlek hier? Nee. En dat ik dus minder snel snoep pak of heel veel kaas ga eten of roomboter met hagelslag en chips en al dat soort dingen. Dus ga nu naar de weegschaal. Ik ben benieuwd wat de schade is. Het is weer weekend geweest, dus het zal wel weer wat meer dan normaal zijn. Maar we gaan het zien. Oké, op de weegschaal staat als volgt. Kunnen we het zien? Dit is echt niet leuk. 64,6. Oké, volgend weekend was ik nog 1 kilo lichter. Dat betekent nu dus dat ik nog iets meer moet afvallen. Want ik wil graag 63 kilo wegen als ik op vakantie ga. 63. Ik ben nu 64,6. Dat betekent dus 1,6 kilogram wat er vanaf moet. Oké. Ga douchen en dan begint het met een licht ontbijt. Als ontbijt maak ik het volgende. Deetje aanzetten. Oké, als ontbijt maak ik het volgende. Even kijken, ik heb Griekse yoghurt. Daar neem ik 2 grote eetlepels. Dan heb ik een appel. En die snijd ik in stukjes. Zo, dat ziet er als volgt uit. Dan doe ik daar ongeveer 1 eetlepel. 2 eetlepels. Granola bij. Een beetje kokos. Snippers. Lekker, lekker, lekker. En als laatste doe ik daar een portie kaneel op. En dat ziet er dan zo uit. Is echt super lekker. En er zitten dus niet zoveel calorietjes in. Dus ik ga nu een kopje thee maken en dat lekker opeten. Nou, zoals je kan zien is er iemand onder de zonnebank geweest. Mega bruin. Een beetje verbrand. Nee, valt mee. Inmiddels heb ik er een hele middag op zitten. Ik had allemaal pakketjes verstuurd. Ik heb met Noor heel lang gewandeld. Ik heb boodschappen gedaan. En ik ben nu aan het koken. Ik ga lekker andijvenstamppot maken. En vanavond ga ik naar de T-shirt spray. Nee, het is niet de T-shirt spray. De derde, de laatste, die nu in de bioscoop draait. Ik ben heel benieuwd. Ik ga gezellig met Melinda naartoe. Ik mag mezelf wel eventjes iets fascineren. Maar dat is zin in. Deelni is vanavond weer druk in de winkel en hij moet voetballen. Dus ik dacht, ik ga ook eventjes wat leuks doen.
Oké, koken dus. Dan zie ik jullie straks in de bios. Oh, zo koud buiten. Hé hey, jongens, nou. Ik ben net terug. Oh jongens, ik ben echt bruin. Ik ben net terug van de bioscoop. En de film was leuk. Ik kon het niet laten om iets lekkers te kopen. Dus ik heb een bak popcorn gegeten. Ach ja, moet kunnen. Ik heb nog iets nieuws wat ik jullie wil laten zien. Het is niet helemaal compleet. Want één ring was te groot. In ieder geval, ik heb van het merk Wild Things hele toffe gouden ringen gekregen. Echt net een gangster. Yo, yo, yo. Deze drie. En hier hoort eigenlijk ook nog een grote ronde zegelring. Alleen die was te groot, dus ik kreeg een nieuwe. Ik vind het echt super, super cool. Helemaal als hier nog één bij is. En ik moet eigenlijk eventjes mijn nagels laten doen voor de vakantie. Want ik ben geen nagelbijter. Maar echt lange nagels krijgen, dat lukt niet. Maar wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het tof of vinden jullie het echt te veel van het goede? Yo, ik vind het leuk. Oké, voor vandaag ga ik afsluiten. Want ik ga niks meer doen. Ik ga zo meteen lekker douchen en dan ga ik naar bed. En morgen ga ik een Q&A opnemen. Ik heb op Instagram een oproepje gedaan met de vragen of jullie vragen hebben. Dus wanneer jullie deze video zien, staat die video online. Ben je nieuwsgierig naar mij, wat ik allemaal doe, wat ik van dingen vind? Dat wordt allemaal gevraagd, dus neem zeker even een kijkje. Ik zie jullie morgen in ieder geval. Doei! Hey, een hele goede morgen. Ik ben net wakker en ik ga op de weegschaal staan. Gisteren ben ik dus wel naar de bioscoop geweest, waar ik wel popcorn heb gegeten. Voor de rest van de dag heb ik rustig aangedaan, netjes gegeten. 'S avonds andijven stampeld, maar dat was ook niet heel veel. Ik ben zeg maar zo, ik zal even uitleggen. Ik heb nog nooit echt een mega dieet gevolgd. Ik heb wel op een gegeven moment, heb ik 2 jaar geleden ongeveer besloten van ik moet iets minder gaan snoepen. Want ik had heel lang niet op de weegschaal gestaan. Toen was mijn ouders stond op de weegschaal en toen dacht ik echt, oké, dit is niet wat ik dacht dat ik woog. Ik dacht dat ik ergens, of dat ik iets van 68 kilo zou wegen. En ik woog bijna 71 kilo. Dus toen had ik echt zoiets van, Roos, dat is echt niet nodig. Dus toen ben ik op mijn eten gaan letten. Niet per se dus dieet of wat dan ook, maar gewoon minder calorieën eten. En vooral minder snoepen. En daarmee ben ik iets van 7 kilo afgevallen of zo. Dus dat heeft gewoon geholpen. Ik was gewoon niet nodig om dat te wegen. Maar goed, nu voor de vakantie dus wou ik naar 63. En sommige van jullie zullen misschien zeggen van, doe niet zo stom. Of dat heb je niet nodig. Of je bent slank of weet ik veel wat. Dat is ook allemaal zo en ik voel me ook verder prima hoor. En als het niet lukt, dan lukt het niet en is het ook geen ramp. Maar ik dacht, ik vind het leuk om eventjes zo met jullie hier zo via de camera deze challenge aan te gaan. En kijken of het lukt. En ja, sowieso voor vakantie een kilootje minder. Dat is nooit erg. Ik denk dat geen een van jullie dat erg zou vinden. Dus we gaan naar de weegschaal. Ik heb dus achter mijn voortanden echt mega opgezwollen tandvlees. Waardoor ik dus gewoon letterlijk een beetje slis. Heel raar. Oké, let's go. Oh ja, en ik heb hier een pleister en hier een pleister. Zulke enorm droge handen. Dus ik heb vannacht crème opgehad en pleister omheen gedaan, zodat het lekker in kan trekken. Als je een goede tip hebt tegen droge handen in de winter, let me know. Oké, niet oké. Meer dan gisteren. Scheiße. Oké, vandaag echt gezond eten. Goedemorgen, Nors. Good morning. Good morning, snoetje. Ga je ook even wegen? Je bent ook zware boemel, hè? 16,5 kilo. Ja. Zo, wij zijn lekker aan het werk. Ik ben de video aan het editen. En Angie is bezig met de website. Yes. En er zijn echt super veel
pakketjes binnengekomen vandaag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hele bult. En ik zat eraan te denken om misschien nog wel een unboxing video voor jullie te gaan maken. Maar even kijken of daar tijd voor is. Het is wel heel erg leuk, want volgende week ben ik dus op vakantie. En het gaat me niet lukken om dan nog een video op te nemen. Dus volgende week is, als dit niet lukt, er geen video. Maar ik ga mijn best doen. Hey allemaal, nou ik ben weer thuis. Ik heb net alle pakketjes geunboxed in een aparte video. Dus die kunnen jullie binnenkort zien. En ik heb eigenlijk heel erg zin om nu alles aan te passen. Maar ik ben net thuis en ik heb heel erg trek. Dus ik moet eigenlijk eerst gaan eten. Maar ik ga jullie wel wat laten zien waar ik zo enorm blij mee ben. Ah, komt u! Ja, ja, jullie zien het goed! Ik heb de Triple S in het wit weten te bemachtigen. Loes van Kim & Loes, Instagram Kim & Loes, die had deze gekocht een tijdje geleden. En ze vond ze toch niks van haar. Ik had haar direct een berichtje gestuurd van mocht je ze verkopen, laat het me alsjeblieft weten, want dan wil ik ze wel overkopen. En nou ja, toen wou ze uiteindelijk toch verkopen. Dus ik heb ze gekocht en heb ik gewoon twee van die enorme witte Balenciaga dozen hier staan. Maar ik ben er zo blij mee. Ik zit nog met de jas aan. Oké, ik ga eten. See you later. Hey, goedemorgen allemaal. Het is woensdagochtend en ik ben net wakker. Ben even een ontbijtje aan het maken. Ik heb op de weegschaal gestaan. Ik heb gisteren heel goed mijn best gedaan. En dat heeft geresulteerd in een, hoe zeg je dat, weegschaalopname van 63,6. En ik ben erachter gekomen dat de eerste keer dat ik met jullie ging wegen, dat ik natuurlijk met camera erop stond. En dit ding, dat is best wel zwaar. Dus dat moest er nog van af. Dus ik ben nu, denk ik, dan een halve kilo kwijt in 3 dagen. Ja, dat komt wel omdat ik gisteren echt goed heb opgelet. Ik heb wel een paar paasaatjes gegeten. Maar ik heb 's avonds salade gegeten. En daarna heb ik niks meer gegeten. Ik denk dat het grote verschil is. Want die afgelopen, of die 2 dagen daarvoor, ging ik elke keer in de avond toch nog een beetje snikken. Dus ik hoop dat het vanaf nu beter gaat. Ik ga nu eens lekker, ontbijtje maken. En ik heb lekker Griekse yoghurt. Ik heb lekker framboosjes gehaald, kokos en wat muesli. Lekker. Hoe heerlijk ziet dit eruit. Aangekomen in Amsterdam. We hebben last van mega licht hier. En ik ben net met Angela naar Amsterdam toe gereden. Dus dat was chill en gezellig. Niet in mijn eentje in de auto. En we gaan nu even lekker lunchen bij Buffet. Oh, dat is een minuut. Super trash, een shoot. Lunch. Hey, leukert. Hey. Nou, ik zit gewoon achterop. We hebben al onze meuk op de fiets gedumpt. En we zijn nu ergens aan het heen fietsen. Ik weet niet, een hele mooie Amsterdamspot. Altijd als ik hier in Amsterdam ben en de zon schijnt en ik loop hier of fiets hier in dit geval. Maar ik ben zo blij! Heerlijk! Kijk dit weertje! Het is toch genieten! Yo mensen, nou ik zit weer in de auto. We hebben leuke foto's gemaakt en ik hoop dat ik nu heel snel thuis ben. Want Leon die zou Noors uitlaten vanmiddag. Heeft hij niet gedaan. Of nou ja, hij was druk in de winkel. Maar hij zou hem uitlaten. Dus het is een beetje zielig. Ik moet nu nog uit Amsterdam komen en het is 4:30. Als ik geluk heb, dan rijd ik net voor de spits uit. Maar ik vind het een beetje zielig voor Noors. Maar goed, ik ga zo snel mogelijk proberen thuis te komen. En dan zien we wel weer verder. In ieder geval is het heerlijk weer. Ik word hier zo blij van het zonnetje. Echt heerlijk. Oké, het is groen. Ik moet rijden. Doeloe! Goedemorgen! Het is donderdag en ik ben helemaal in de war. Ik ben net wakker en ik heb volgens mij gisteravond niet meer gevlogd. En ik ga weer even op de weegschaal staan. Ik heb gisteren gewoon netjes gegeten, zelfs niet gesnoept. Dus ik ga me even wegen en doe ik eventjes dan dus zonder de camera. Want deze camera die weegt
300-400 gram, denk ik. Nee, misschien wel zwaarder. Ik denk wel een half kilo. En die wil ik natuurlijk niet erbij op de weegschaal. Dus ik kom zo bij jullie terug. En ik weeg nu 63,6. Ik weet eigenlijk niet meer wat gisteren was. Of dan gisteren nou hetzelfde? Of minder? Nou ja, in ieder geval vandaag weer opletten. Want er moet dus nog een ruime halve kilo van af. En ik heb nog donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 4 dagen. Oké, dat moet lukken. Oké, ik ga nu even lekker ontbijtje maken. En dan vandaag naar kantoor. En daarvoor moet ik nog eventjes naar een verpakkingswinkel. Want we moeten voor ons nieuwe product andere verpakking hebben dan dat we nu hebben voor de hoesjes. Dus ik neem jullie mee vandaag. En er zijn leuke pakketjes binnengekomen volgens mij. Dus ik ga jullie dat ook laten zien. Nu eerst eten, want ik heb trek. Outfit of the day. Ik heb een wit t-shirt aan van Lovis. Jasje van H&M. Jas van Mango. Broek van Sandro. Balenciaga sneakers. En mijn Loewe tas. Kunnen we dit goed zien? Een heerlijk chill lookje. Oké, hond uitlaten en gaan met die banaan. Zo, aangekomen op kantoor en zijn pakketjes binnen. Even openmaken. Eerst allemaal dingetjes van Atelier de Femme. Leuke bandana's. Ik zeg niks mee. Ik vind het altijd prima. Deze. Zo leuk! We hebben ook deze nog even gemaakt, dat vond ik leuk. Ja, leuk. Dat is leuk. En dan hebben we de scrunchies. Ja, mooi. Ook ja, heel erg mooi. Leuk. Stylish. Ja. Cool. Klaar. Kun je die ook aan mij mailen? Dan maak ik zo voor Facebook even een post. En die hebben we ook in het roze en in het zwart. Dat is wel heel slordig hier gedaan. Even kijken. Hoe doe ik dit op de juiste manier? Als je op een volk koopt, Jan. Ik krijg een flashback. Ja? Ja. Nou, en ook nog in het zwart dus. Kijk, wat is het hier ontzettend warm, jongens. Ja? Ja. Maar ik kom natuurlijk weer van buiten. Ja, nee. Dan ik ben ik doe druk, volgens iedereen hier. Wat zei je daar? dan hebben we nog deze. Ook in het roze. Deze vind ik ook heel leuk. Ga ik ook even inpassen. Ja. Ah, deze ook super leuk. Nee, ik wil het. Zo, perfect voor op vakantie. En dan laatst nog drie nieuwe kleuren in dit volgens mij. Heel zomers. Deze die is iets dunner. Deze nog ook heel vrolijk. En deze paarse. Thanks, helemaal leuk. Allemaal van Atelier de Femme. Dan gaan we door naar de volgende doos. En daar zit ook iets leuks in voor de vakantie. Echt een basket. Kijk, deze is super leuk voor op de foto. Toch? Ja, dat is een vraag. Moet je even shouten? Wat is leuk? Kijk, deze heb ik er ook bij. Dit zijn echte mandsjaaltjes. Kijk, en deze kleine met de R van Roos. En daar zitten dus ook tassjaaltjes zeg maar, bij. Die kun je er echt omheen doen. En dit is van, ik weet niet of jullie het kunnen zien, Manana Jewels. Superleuk. Ik zou het even omheen doen en dan aan jullie laten zien. Ik ben helemaal verwilderd. Kijk eens hoe leuk dit eruit ziet. Kijk dan. Dit is echt leuk. Super cute. Ja, en dan de laatste doos, die is van Justice. Ook weer leuke dingen in. Als eerste hebben we dit t-shirt, blauw, leuke sokken, glittertje, oh jongens, ik heb een loopneus, deze sokken,
roze, lekkere warme sweater. Heel lekker kleurtje. En een taaieriem in lakleer. Die dan weer zo dicht doen. Superleuk, ook om zo'n blazer. Dan hebben we een leren broekje. Het ziet er ook nice uit. Ik kan het niet zo heel goed aan jullie laten zien, maar ik zal het binnenkort wel even aantrekken. En dan als laatst een heel tof pak met een streep. Ook heel donkerblauw is het denk ik. Met een bijpassende blazer. Helemaal leuk. Oké, dit was de unboxing. We moeten nu allemaal weer aan het werk. En ik hou iedereen op, want iedereen is aan het kijken en meeluisteren. Nou jongens, ik ben vandaag een officiële kaartjesknipper. Nee, ik ben kaartjes aan het maken die straks aan het nieuwe product komt hangen. Met, even kijken, zo kun je het zien. Merknaampje erop. Nu hebben ze allemaal net zelf uitgesneden. En gelukkig zit Fiona hier met haar snijblad en liniaal. En nu moeten ze overal gaatjes in knippen. En dit is dus echt heel leuk werk. Dus ik heb denk ik mijn roeping gemist om conducteur, conductrice te worden in de trein. Maar kijk. Ja, het is gewoon echt leuk. Oké, ik ga weer verder. Goedemorgen. Vrijdagochtend. Ik ben ontbijt aan het maken. Maar ik ga eerst op de weegschaal. Oké, wederom was het 63,6. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen om er nog minder van te maken. Maar het maakt ook niet uit. Ik ga even lekker ontbijten. Ik zie je straks. Yo. Nou, ik ben even naar H&M. En ik ben een passenkjesshop gaan opnemen. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, wat ik allemaal passen ben, dan moet je zeker deze video kijken. Die komt volgende week, voor jullie volgende week, online. En dit is al een leuke sneak peek. Hele leuke trui. Oh, en ondertussen eventjes naar Leon gegaan om een lekker broodje te brengen. En even langs kantoor. En er is een pakketje binnengekomen. Dus gaan we even openmaken. Hey allemaal, het is inmiddels 6 uur. En ik ga me even klaarmaken, want vanavond gaan we echt afscheid nemen van mijn broer en schoonzus. We gaan vanavond met ons gezin uit eten zonder de kindjes, alleen met de volwassenen. En ik heb net even een kaartje geschreven. Ik word dan toch een beetje verdrietig ervan. Dus vanavond laat ik denk ik mijn vlogcamera thuis. Morgen heb ik een dagje vrij. En morgenavond zijn Leon en ik ook lekker samen vrij. Dus dat is fijn. Ik ga me dus klaarmaken. En dan zie ik jullie morgen. Doeg. Hallo, hallo, hallo allemaal. Het is heel overbelicht. Jeetje mina. Even kijken. Het is zaterdagochtend. Waar is mijn autosleutel? Die is hier. Huissleutel. Die heb ik ook. Ik heb het net klaargemaakt. Ik ben al naar de zonnebank geweest. En ik moest ook nog een paar andere klusjes doen. En dat heb ik dus een poging gedaan tot. Maar dat wou niet lukken. Ik moest namelijk nog voor de Dominicaanse Republiek een wereldstekker. En die had ik dus besteld op bol.com. En dat zou vandaag binnenkomen. Maar echt alle 5 afgelopen keer dat ik bij bol.com besteld heb. En ze zeiden dat het de volgende dag binnen zou komen. Kwam het niet de volgende dag binnen. En nu kreeg ik dus track and trace. Sorry, ik moet eventjes deze laars aantrekken. Ik ben weer alles tegelijk aan het doen. Noors, oh shit, ik heb jouw tuigje ook nog niet omgedaan. Dat is niet handig, hè? Oké, ik praat jullie zo bij. Zo tuigje dan. Wat een lekker weertje. Oké. Okay. Riemel.
Let's go. Wat ik dus probeer te vertellen is dat bol.com nooit de volgende dag levert. Wat ze dus wel zeggen te doen. Dus ik heb geen wereldsticker, die heb ik nodig. Dus ik ging naar de Action. Daar hadden ze het niet. Toen ben ik echt dus 2 minuten bij de Action binnen geweest. En toen heb ik een bekeuring gekregen, parkeerboete. Want ik had geen kaartje gekocht voor die 2 minuten. En daarna moest ik nog naar de zonnebank. Kwam ik aan bij de zonnebank. Dan was er geen bank vrij. Nou goed, kort verhaal. Of een heel lang verhaal kort. Ik zit nu in de auto onderweg naar de Nice. Want ik ga naar het bos lekker wandelen. En daarna denk ik pannenkoeken eten. Dus ik zie jullie later. Doei! Helemaal ingepakt. Het is heel koud. Maar het is wel echt lekker. Ik heb wel mega stopneus inmiddels. Ik word hier. Oh nee, maar ja. Ik snuif het wel op. Maar het is genieten. Genieten geblazen. Wat zeg je? Kaboutertjes. Koekoek. Lekker lunchen. En wat heb jij voor lekkers? Een lekkere pannenkoek. Die je helemaal kan inkleuren. Hey allemaal. Ik ben as we speak in de car wash. En ik ben alvast de binnenkant aan het schoonmaken. Ik heb net even snel doekjes gekocht. En de auto was zo vies. Echt niet normaal. Ik zal jullie de achterkant even laten zien. Dan moet ik zo meteen allemaal gaan schoonmaken. Al dat zand. Ik ben dus net vergeten om Norsi, die daar ligt, op een kleedje te doen. Dus het is echt heel vies. Maar goed, nu even grote wasbeurt. En dan ga ik thuis ook nog alles schoonmaken. Want ik ga dus op vakantie. Dus dat betekent dat Leon de hele week thuis is. En die gaat hoogstwaarschijnlijk niet schoonmaken. Dus ik dacht, als ik nou even een grote schoonmaak doe, dan ziet alles er netjes uit. Als ik wegga, gisteren bed verschoond, dan is gewoon alles eventjes lekker fris en netjes. Dus dat staat me vandaag nog te doen. En ik heb de hele tijd afzakkende BH-bandjes. Vet irritant. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren volgens mij helemaal niet meer gevlogd. Maar goed, in ieder geval zijn we net wakker geworden en het is zondag. Ik heb net foto's uitgepakt en ik ga nu even lekker ontbijtje maken. Even een update aan de weegschaal challenge, hoe zou ik het noemen. Ik wou dus voor de vakantie 63 kilo wegen. Dat is niet gelukt. Ik ging eventjes lekker, maar vrijdagavond gingen we uit eten en gisteren heb ik ook allemaal lekkere dingen gegeten. Dus vandaag was ik gewoon weer 64,6. Daar begon ik volgens mij ook op in het begin van de week. En ik ga nu lekker croissantjes en eitjes maken. Dus conclusie. Gaat niet lukken. Maar goed, maakt niet uit. We hebben het geprobeerd. Of althans een beetje. Ik zie echt. Ik heb het idee dat ik echt mijn wenkbrauw nog even moet verven. Maar ik heb volgens mij al het spul weggegooid. Beetje balen. Maar ja. Ik heb mijn koffer zo goed als ingepakt. En dan kan ik morgen vertrekken. Ik had het nog niet helemaal geloven hoor, dat ik echt ga. Zoals je misschien kan horen ben ik ook mega verkouden. Dus ik hoop dat de zon me goed doet. Dat ik lekker bruin ga worden. Ik ben gisteren nog onder de zonnebank geweest. Maar de bank waar ik normaal op ging, die was er niet. Of die was bezet. En nu ging ik op een andere. Ik dacht dat ik eentje feller ging, zeg maar. Maar ik zie echt geen verschil. Dus ik heb bijna het idee dat ik op een lichtere bank ben gezet. Maar goed, ik zie er echt afgrijzelijk uit. Dus ik ga nu eten en dan lekker mezelf fatsoeneren. En vanavond hebben we dus vandaag ons laatste dagje samen voordat ik op vakantie ga. Dus ik denk dat we vanavond lekker uit eten gaan. Ja, neem je mee. Doeloe. Jongens, het is zo koud. Net lekker met Doors gewandeld. Of nou lekker, het was niet zo lekker. En ik heb helemaal bevroren vingers. Helemaal los. En wat ik nog even wil laten zien is dat ik een aantal zonnebrillen heb binnengekregen van het merk Chimmy. Als eerste deze. En als tweede ook die in het roze. En als laatste. Oep.
Alles met één hand. Als laatste deze. Die vind ik ook heel nice. Wel heel zwaar, maar ik vind hem wel cool staan. En dit heet dus Chimmy Eyewear. En ik heb een kortingscode voor jullie. Dat is namelijk Moderosa 15. Moderosa met hoofdletter. En dan krijg je 15% korting. Oké, ik heb hier... Auw! Auw, 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 auw. Ik sta hier op. Oh. Oké, wat ik wou zeggen is dat ik hier dus koffers heb. Hier heb ik alle kleding. Hier heb ik wat accessoires. En hier heb ik nog een klein koffertje met allemaal accessoires. Dit is handbagage. En deze gaat in het ruim. Ik mocht hier maar 20 kilo in mee. En ik wist niet helemaal of ik dat ging redden. Als ik dit ook nog allemaal daarin wou. En er moet ook nog toiletspullen erin. Dus ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. En dat het allemaal qua gewicht kan. En dit tasje, dat neem ik dus ook mee. Maar die neem ik dus maar mee als handbagage. Als handtas in het vliegtuig. Niet echt logisch, maar hij past gewoon niet in de koffer. Dus het moet wel zo. Dan nog even outfit of the day. Ik heb een blazer aan van Just Female. Een t-shirt. Oeh, kettingjes. T-shirt van Sandro. En een vintage Levi's van Episode. Daar heb ik die gekocht. En daar heb ik dan mijn witte Balenciaga sneakers onder. Het is hier echt een mega zooi. En ik heb hier dus echt een soort van lawine aan kleding. Die allemaal bestemd is voor de Closet Sale. Volgende maand gaat hij er echt komen. Een enorme XXL Closet Sale. En ik ga jullie daar helemaal van op de hoogte houden. En er zit heel veel toffe dingen bij. Heel veel dingen die nieuw zijn. Heel veel dingen die misschien één keer gedragen zijn. Kortom, gewoon heel veel leuks. Oké. Ik zie jullie vanavond nog wel eventjes. Hey allemaal, het is later op de avond en Leetje en ik hebben net een beetje een rare film gekeken. Hij was op zich wel leuk, maar het einde sloeg echt helemaal nergens op. En ik ga bij deze de vlog afsluiten. En morgen begint dus een nieuwe vlog op Schiphol. En ik ga deze heel erg missen. Een hele dikke week zien we elkaar niet. Echt niet leuk. Maar... Oh, wat gebeurt er? Je schouder. Maar, dus ik ga afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. En als je nieuwsgierig bent naar de Dominicaanse Republiek vlog, abonneer je dan vast. Dan krijg je een melding wanneer die online staat. Slaap lekker. Toch? En tot volgende week. Adios! Doei! Doei! Wil je nog wat zeggen? Die best op school. Doei.